Jones, keeper. Voor seizoen NEC, het was Ernest Faber al zijn trainer. Dat geldt ook voor Woudenberg, de linksachter. Hij krijgt vorig jaar NEC, dus Faber, tegenwoordig trainer dus van Groningen. Kent die mannen best goed. Lena, El Amadi en Elia. Jurgensen, Vilena mee. Elia doet het zelf in de korte hoek door de benen. En dan is het Vilena die hem binnen mag schuiven voor de 1-0. De goal van Tony Vilena. Dat het weer via voor een groot deel Elia gaat, dat wekt geen verbazing. En ook nu weer de manschappen goed voor het doel. Geen buitenspel, want op het moment van schieten bleef Vilena nog achter de laatste man. Toornstra. Komt Elia eraan? Ja, dan is het 2-0. Dat is lekker en makkelijk uitgespeeld. Het is 2-0 in de 36e minuut. De verdubbeling van de scoren. Feyenoord heeft er weer de bal. En is alweer een goede bal onderweg richting Elia. Jurgensen rechts. Oh, hij gaat naar de linkerkant. Elia! Oi, oi, oi! Wat legt hij hem prachtig binnen. Wat een schitterende goal van El Giro Elia. Goed, Vilena. Daar is de ruimte. Vilena. En die gaat het dan zelf doen. Waar Jurgensen goed aan de bal loopt. Elia, bal! Zijn derde. Had nog nooit in één competitiewedstrijd twee keer gescoord. Maakt er nu gewoon drie. En ook op dit soort ballen is Elia haarscherp. Berghuis, Toornstra mee, Jurgensen mee, linkerkant ligt open bij Bilal. Die hem hier krijgt. Masachikoku, Vilena naar buitenom. Jurgensen. Oh ja, dan zit hij er toch. En dan is hij. En dan kun je als spits maar zo snel mogelijk vanaf zijn van die nul af. Feyenoord wint deze wedstrijd met ruime cijfers. Hij, de man van de wedstrijd, hij de man van het weekend.